Dit is een roerige week en we gaan het nu gewoon weer over voetbal hebben. Hoe staat de groep ervoor? Ja, wel goed. Lekker 3 dagen vrij geweest vorige week. Goed gevoel naar Cambuur meegenomen in de afgelopen 2 weken. Zoals ideale timing voor ons. Jongens aangesloten, fit, wat fitter geworden. Dus ik had vandaag 22 man fit op het veld staan, dus dat is positief. Ja, eerst maar eens even over dat goede gevoel. Die overwinning was wel heel lekker tegenkomen. Ja, zeker omdat je slechte reeks zit. Goed voor de ranglijst. Maar met name mentaal was het goed. Veel goals gescoord. En wat ik zei, ook omdat je een week daarna geen competitie hebt, dan neem je deze wedstrijd 2 weken mee. Dus dat was extra fijn. Ja, en in die week een aantal vrije dagen, maar ook en 2 jongens die op pad zijn geweest met hun land. Ook heel leuk, denk ik. Ja, superleuk. Zeker voor Driewets. Was de eerste keer en alles is nieuw. En die was zeer enthousiast. Was allemaal goed geregeld, mooi weer. Veel minuten gemaakt, ander niveau. Dus die kwam echt heel positief terug. En Mark Lo, die was al een keer geweest. Natuurlijk een mooie ervaring met Argentinië. Wat langere reis, dus dat voor hem wat lastiger qua jetlag. Die was er vandaag pas voor het eerst. Sue was er gisteren al bij. Maar dat geeft voor die gasten een prima inspiratie. Ja, over internationals gesproken. Je hebt neem ik aan ook naar Mats Wiefer gekeken. Ja. Wat doet dat met je? Ja, dat is natuurlijk heel mooi. Ik bedoel, ik heb hem inderdaad gisteren nog even een berichtje gestuurd. Denk een beetje na de drukte. Dan moet je denken dat je 2 jaar geleden daar in Zwolle met hem zat voor het eerst. En met wat beeldjes van belofte teams. En natuurlijk geweldige ontwikkeling meegemaakt. Als je hem voor de camera ziet staan, is het eigenlijk nog dezelfde Mats als die hier was. Dus dat is mooi voor iedereen. Ja, en hij gaat bijna vanzelf mee in het spel. Ja, dat is geweldig. Soms als je goede spelers in goede spelers zet, dan kan het soms heel snel gaan. Dat zie je bij Mats natuurlijk. Die past zich heel makkelijk aan. En die wordt eigenlijk alleen maar beter als je nog betere spelers om zich heen hebt. Dus dat is mooi om te zien. Oké, terug naar Excelsior. Je zei het al, een aantal spelers teruggekeerd. Hoe staat de groep ervoor qua blessures? Mike van Duinen was de laatste keer nog wel bij, maar niet echt fit. Die heb deze week heel de week kunnen trainen. Nieuwpoort was een beetje kwakken naar de Cambuur, maar ook weer helemaal fit. Piri en Ajoep zijn fitter geworden de afgelopen weken. We hebben onderling wedstrijden gespeeld. Ze hebben alles mee kunnen trainen. Dus dat zie je ook, dat die wat extra kwaliteit meebrengen op niveau, op trainingsniveau. Dus wat dat betreft, wat ik al zei, 20 man. We hebben nog wat langduriger met Bezuijen, Fijn, Awoutja. Maar de rest van de boys zijn fit. Ja, en dan wachten ons nu 2 op papier hele lastige wedstrijden te beginnen. Morgen tegen Twente. Ja. Wat weet je van die ploeg? Nou ja, Twente natuurlijk een hele sterke ploeg. Ik las wel net dat ze wat belangrijke spelers, onder andere Prupper, missen. Dat is toch hun aanvoerder, dus dat kan misschien gunstig voor ons zijn. Bij Twente weet je ook veel kwaliteit, een hele dynamische speelwijze vind ik. Dus leuk om naar te kijken, leuk om te analyseren ook. Aan de andere kant zie je bij hun ook een heel groot verschil in uit en thuis. Thuis zijn ze bijna onverslaanbaar en uit hebben ze toch veel meer moeite. Dus wat dat betreft liggen er zeker kansen, zeker met ons thuisvoordeel. En wat we ook en kunst was, maar ook toch wel mentaal hebben, komen vaak goed uit de voeten. Dus ja, een mooie pot om morgen weer lekker te knallen. Ja, en scherp beginnen, want daaruit lag hij er heel snel in. Ja, uit gingen we heel naïef opbouwen. En ik kreeg heel snel de 1-0 tegen. Dus dat betreft zeker ook weer op het hart gedrukt. Zoals we tegen Cambuur gedaan hebben, wat sneller de lange bal. En dan voetballen wanneer het kan. Dus dat zal in die zin dezelfde strategie worden. Ja, we hebben het al vaak over gehad dat de beslissing heel laat gaat vallen in dit seizoen. Daar lijkt het echt op uit te draaien. Ja, zeker. Ik bedoel, je kan wel gaan rekenen, maar het is inderdaad nog 8 wedstrijden. Je hebt nog minimaal, denk ik, 3 overwinningen nodig. We hebben inderdaad nu een paar pittige tegenstanders. Dus je zou ook een keertje moeten verrassen om het niet helemaal op het laatste aan te laten komen.